Nee, het is diep treurig. Ja. Nieuwe bestuurscultuur. Niet dat ik ooit geloofd heb in een nieuwe bestuurscultuur. Maar dat is, ja, wat een wezenloze, holleloze kletskoek het is. Ja. Dat dit ook weer zo'n rommelig incident is. Rommelig. Betrokken. Hè. Maar onder ja, ik ben ook betrokken bij deze podcast, maar ik heb er verder geen zak mee te maken. Ja, jij doet het, jij voert het uit. Sorry hoor, ik ben alleen betrokken. Ja. Het verlossen, kunt u mij horen? En dan wat ik opvallend vond, is dat ze hebben nu gezegd, het zijn oorlogsmisdaden. Althans, dat wordt nu onderzocht. Het lijkt erop dat het zo is, maar nu wordt bekeken of dat zo is met satellietbeelden en zo. Hoe lang liggen die lichamen er al met die mensen die van die fietsen afgeschoten zijn. En dan refereren ze naar de regels van oorlogsvoering. En in die regel staat, je mag nooit op burgers, onschuldige burgers. Nee, dat is de Geneefse Conventie. Die bestaat natuurlijk al heel lang. En het aardige van de Geneefse Conventie, of het onaardige daarvan, is dat niemand zo trooit aan houdt als het puntje bij paaltje komt. Want dat is natuurlijk nog een andere kwestie die ik toch niet onvermeld wil laten. Is dat onze enorme verontwaardiging over wat daar nu gebeurd is in de Oekraïne. Die volkomen terecht is. Dat die evenzeer had gepast bij de Amerikaanse inval in Irak. Een land dat ook grotendeels aan flarden is geschoten. Waar massa's scènes zijn die precies hetzelfde zijn als wat daar nu in dat Butsja gebeurd is. Precies hetzelfde. Er zijn van die afschuwelijke beelden dat ze uit zo'n Apache-helikopter totaal onschuldige mensen overhoop schieten op grote schaal. Dus en daar hadden we toen, zoals je weet, geen enkel bezwaar tegen. Velen van degenen die nu zo krachtig protesteren, vonden dat een prima idee. Wat bijdroeg aan de democratisering van het Midden-Oosten, als je het je nog herinnert. Geweldig. Ja, Amerika werd toen natuurlijk ook afgespiegeld, in ieder geval in de westerse samenleving, als de goedzak. Dat was de goede held die kwam zeker het even oplossen. Amerika stond voor de mondiale democratie. En dat kun je in dit geval in Oekraïne, hè, maar daar wil ik maar van zeggen dat het ook erg afhangt van de situatie. Hè. Ja, Poetin wordt gezien als de slechterik. Ja, en door sommige mensen, en terecht, wordt de jonge Bush ook gezien als de slechterik. Met de beste bedoelingen. Maar het zijn ook slechte rikken kunnen goede bedoelingen hebben, maar verschrikkelijke dingen doen. Irak is een failed state. Hè? Is in feite min of meer in handen van Iran gespeeld. Ja. Maar nogmaals, dat vonden we in Nederland sterker nog. We hebben als land geparticipeerd in die onderneming. Hmm. Waarom zijn er eigenlijk regels afgesproken over oorlogsvoering? Zou je niet moeten zeggen, de eerste regel is, voer geen oorlog? Ja, dat zou een geweldige regel zijn, maar het probleem is dat het blijkt niet te verwezenlijken. Hoeveel vredesbewegingen er niet al zijn geweest. Hè? Ja, zouden we liever altijd vrede hebben? Ja, ik zou zeggen, kijkt u dan eens naar die Nederlandse televisierechters. Daar moet u eens naar kijken. De rijdende rechter bedoel je dan? De rijdende rechter. Hè? Over de schutting in de tuin met de precies, buurman. Precies, ja. Een takje hangt over de schutting. Nou jongens, ze zijn bereid. Het is nou dat er in Nederland geen machinegeweren in de handel zijn, maar anders zouden er permanent jaarlijks honderden doden vallen vanwege schuttingconflicten. Waar ligt de erfgrens? Ja, dat werk en het kadaster is niet duidelijk en de schutting is wel 6 centimeter de verkeerde kant op. Je ziet ze ook, het schuim van hun woede staat ze op de... Mag ik u een tip geven dan, als u dat naleeft, dan heeft deze hele uitzending al een ongekend effect gehad. Maak geen ruzie met uw buren. Als ze onverdraaglijk zijn, dan is er maar één oplossing. Zorg dat u verhuist en dat u als de nieuwe bewoners komen kijken, niets over de buren zegt. Dat moeten ze helemaal zeggen. Oh, misschien kunnen zij wel met de buren opschieten. Maak geen ruzie met de buren. Want het is diep frustrerend, het levert helemaal niets op, het is volkomen nutteloos. En dat geldt eigenlijk ook voor oorlogsvoering dus? Nou, we hebben het daar ook over gehad volgens mij. Ik kon niet zo gauw eigenlijk een voorbeeld verzinnen van een land of een groep of wat dan ook maar. Een institutie die aan een eigen oorlog begonnen is op eigen initiatief en die daarvan uitgebreid heeft geprofiteerd. Ja, ik weet natuurlijk Frederik de Grote, maar dan zitten we halverwege de 18e eeuw. Dus dat zal wel niet de bedoeling zijn. Hè? Dat, ja, die heeft uitgebreid, van ook gewetenloos gedrag, heeft uitgebreid geprofiteerd. Misschien moet je de Amerikaanse verovering van een groot stuk van Mexico, hè? Californië, Arizona, dat is allemaal gewoon De strijd tegen de Indianen is ook succesvol gelopen. Ja,
Ja, dat is een heel gecompliceerde zaak natuurlijk. Maar goed, dat wel, ja. Dus de Europese, maar dan zitten we ondertussen in de Europese koloniale oorlogen. Die hebben 100 jaar groot succes gehad, want we hebben allemaal koloniale rijken op de been gebracht. En daar ging het niet prettig toe, zoals we nu allemaal weten, zo'n beetje. Maar als ik nou even denk aan, Duitsland, wat de Tweede Wereldoorlog heeft geïnitieerd. Daar is toch wel bijzonder weinig van terechtgekomen. Het is een godswonder dat Duitsland nu in een positie verkeert waarin ze verkeren. De Amerikaanse interventies die kun je toch werkelijk met de beste wil van de wereld niet als positief ervaren. Vietnam niet, Irak niet, Afghanistan niet. Het is allemaal kapitaal mislukt. Hoogstens kun je zeggen dat Zuid-Korea natuurlijk zijn bestaan dankt aan een Amerikaanse interventie in 1950. En dat heeft voor Zuid-Korea in ieder geval goed uitgepakt. Maar voor de rest zou ik niemand en niks weten. Dit soort Argentinië, wat de Falklandeilanden bezetten. Ja, die grommen maar wat door. Nee, het beginnen van een oorlog heeft altijd hele onverwachte effecten. Poetin in de Oekraïne, je begrijpt toch wel dat zijn verwachtingspatroon totaal anders was. Hè? Anders had hij het niet. Als hij had geweten hoe het af zou lopen, of hoe het zou lopen, dan had hij het van zijn leven niet gedaan. De huidige landsgrenzen ook in West-Europa zijn natuurlijk wel ook door oorlogen, neem ik aan, tot stand gekomen. Zeker, zeker. De expansie van Frankrijk bijvoorbeeld, dat is een hele reeks van conflicten. Omdat Frankrijk natuurlijk heel lang de dominante mogendheid in Europa is geweest. Wat samenhangt met het feit dat de Franse bevolking relatief veel groter was dan die in andere Europese landen. En Frankrijk had, moet ik even uit de herinnering opvissen. Ik denk zo rond de 1800 zal Frankrijk zo'n ruim 20 miljoen inwoners hebben gehad. Nou, het heeft er nu 65 of zoiets dergelijks. Dus dat is minder dan 3 maal over de kop gegaan, om het even zo te zeggen. Moet je naar Nederland kijken. Ik denk dat Nederland in diezelfde tijd zo'n 2,5 miljoen inwoners had. En wij hebben tegenwoordig bijna 18 miljoen inwoners. Ja. Als Frankrijk zich even snel zou hebben verminderd, of de Fransen, als wij. Nou ja, dan zou Frankrijk, ik weet niet, ik heb het eens uitgerekend, maar zou ver over de 200 miljoen inwoners hebben gehad. Ja, maar die oorlog die deze grenzen nu hebben bepaald. Nou, niet over de 200 miljoen, maar goed, een enorme bevolking hebben gehad. Ja. Dat hebben ze helemaal niet gedaan dus. Maar de oorlogen die ten grondslag liggen aan de huidige landsgrenzen zijn ook succesvol geweest, want die hebben we al jaren. Ja, op een goed moment ligt het vast. En dat komt omdat iedereen weet dat als je de zaak in beweging zet. Maar ja, het ligt ook, het gekke is dat wij zelf bijvoorbeeld, denk even. Wij hadden na de Tweede Wereldoorlog hadden wij territoriale wensen. We waren slecht behandeld door Duitsland, wij wilden een paar stukjes Duitsland. Er was zelfs een hele actieve en lawaaiige vereniging die zei wij moeten een heel groot stuk van Duitsland krijgen. Die Duitsers moeten daar oprotten en dan, dat kunnen wij goed gebruiken. En dat zou trekken een lijn van Zuid-Limburg naar, laten we zeggen, het meest uitstekende deel van de Achterhoek. Dan heb je zo'n beetje wat wij wilden hebben. Godzijdank voelde de geallieerden daar niets voor dat plan. Maar we hebben toen een paar kleine stukjes gekregen. Elten, Tudderen, dat soort van dingen. Die hebben we tenslotte ook weer teruggegeven. Ik wil net zeggen, Tudderen is nu weer Duitsland. Ja, Elten, Tudderen hebben we weer teruggegeven. Dat dateert dat wonderlijke verhaal van. Dat was natuurlijk een dag waarop het van het een op het andere moment van Duitsland. De Duitsers hebben er ook nog dik voor betaald, in mijn herinnering. Dat het van het ene moment zou het van Nederland-Duitsland worden. En dat was voor de Europese Unie. Ja, luistert u goed, dit was voor de Europese Unie. En toen was het nog zo dat boter in Nederland veel goedkoper was dan het in Duitsland was. Zeker boter van goede kwaliteit. Dus wat hadden de boterhandelaren bedacht? Die hadden in Elten of in Tudderen hadden ze een enorme hoeveelheid, enorme vrachtwagens opgesteld met boter erin. Die van het ene op het andere moment, niet waar, misschien wel anderhalf keer zoveel waard werden, doordat het van het ene op het andere moment van Nederland-Duitsland werd. Maar het is, ik heb begrepen dat het effect ongedaan gemaakt is. Hoe lang? Door te zeggen dat het overtreding van de wet was of zo. Maar hoe lang heeft dat bij Nederland gehoord, die stukken? Nou, dit is denk ik ergens in de jaren 50. Maar dat bleek volkomen belachelijk idee dat we een stukje Duitsland erbij wilden hebben. Echt
van een ingrijpende kinderachtigheid natuurlijk. En waarom is ze teruggegeven? Wat gebeurde er toen? Nou, dat wij zelf eigenlijk ook wel inzagen hoe kinderachtig het allemaal wel niet was. En bovendien werden we daar goed voor betaald. Dus we, nou ja, je weet hoe zulke dingetjes in Nederland liggen. En je werd er goed voor betaald. Kortom, we gingen het doen. Ja, maar goed, zelfde discussie. Waarom hoort Limburg niet bij België? Of bij Duitsland? Ja, zeker. Nou ja, dat zou veel handiger zijn geweest natuurlijk. Want je ziet hoe raar het uitsteekt. Dus je hoeft maar naar de kaart te kijken en te begrijpen dat dit een hele rare zaak is. En dat allerlei wezensvreemde elementen zich zodoende in de Nederlandse natie hebben binnengedrongen. Ik zeg het wel heel erg flauw. Het heeft historische oorzaken. Frederik Hendrik, dus we zitten nu in de eerste helft van de 17e eeuw, heeft een veldtocht langs de Maas gemaakt. Het idee was, geloof ik, als ik het me goed herinner, om de vesting Maastricht, om die te pakken te krijgen. Want de Nederlandse Republiek, die natuurlijk op weg was naar zelfstandigheid, vergeet niet dat wij, de Nederlandse staat is het gevolg van een georganiseerde, langdurige militaire opstand tegen het Spaanse gezag. Die toen nog heel actief speelde, denk aan het beleg van 's-Hertogenbosch door Frederik Hendrik. Een beleg wat wereldwijd, dat was toen Europa-wijd, diepe indruk maakte, omdat die eigenlijk om Den Bosch, wat een sterke vesting was, die goed was opgebouwd, om Den Bosch te verdedigen, heeft hij eigenlijk om de vesting Den Bosch een heel nieuwe vesting gebouwd. Ik geloof wel met een omtrek van 40 kilometer of zo. Dat maakte in Europa diepe indruk. Dat was echt, net als, natuurlijk als de militaire vernieuwing van Maurits al diepe indruk hadden gemaakt. En zo is Den Bosch gevallen. En dan is eigenlijk het grootste deel van Brabant kan als een defensieve gordel tegen, laten we zeggen, de vijand gebruikt worden. Daar moest ook Maastricht veroverd worden. Nou, en het veld toch langs de Maas en zo is het ook gegaan. Toen kwamen de Belgen in opstand. Je weet, de Belgen hadden een unieke gelegenheid om bij zo fijn na land te horen als wij. Je begrijpt niet dat ze van ons weg wilden, maar dat wilden ze. En in die Belgische opstand is de, in mijn herinnering in ieder geval, is de commandant van de vesting Maastricht, die heeft gekozen voor Willem I. En die, nou goed, zodoende is Limburg erbij gebleven. Ja, dat is toch aan op zich, ja, dat is tot op de dag van vandaag. Nou, maar je toch ziet dat vaak ook het werk is van betrekkelijke toevalligheden. Ja, maar als je kijkt naar de bevolkingssamenstelling, dan was het niet gek geweest als het bij België of Duitsland was getrokken. Nee, dat is zonder meer een feit. Iedereen die een beetje iets weet van ja, hoe de wereld eruit ziet en daar wel eens een beetje op gelet heeft en die in Maastricht het station uitkomt en richting de binnenstad loopt, die ziet natuurlijk in 30 seconden dat je in het buitenland bent. De dakbedekking is anders, de architectonische stijl is anders. Je kunt de bewoners van Maastricht, maar voor een keer totaal niet verstaan. Ja, het is een buiten. Kom op dat Vrijthof, kijk naar die kerken. Het is buitenland, natuurlijk, dat zie je meteen. Maar dat is ook wel een beetje de charme van Limburg. Laat ik ook eens iets positiefs over Wim. Dat we een stukje buitenland in Nederland hebben. Ja. Heb je nooit, als je met de trein naar Maastricht gaat, dat er op een goed moment kijk je naar buiten en dan begint dat land begint te heuvelen. Ja. Dan zie je ineens, Jezus, dit is die hele plattigheid van Nederland. Je gaat naar beneden met de trein, hè? Ja, het gaat heuvelen. Het is, en dan denk je, ja, dit is buitenland, hè? We hadden eigenlijk nog een paar wat hogere bergen erbij moeten hebben. Dit is buitenland. Nou ja, dan loop je Maastricht in en dan weet je, dit is een buitenlandse stad. Ja. Nou heeft ieder land dit soort regio's, hè, waar dit speelt. Zonder meer. In Italië heb je in het noorden dus een Duitsstalig stukje. Wat natuurlijk de Oostenrijk graag terug had willen hebben, maar nooit terug heeft gekregen. We hadden natuurlijk in Frankrijk had je in de Noordwesthoek werd Nederlands gesproken. Dat als je die taalgrens doortrekt richting Frankrijk, dan daar werd Nederlands gesproken. Daar hebben de Fransen een zeer actief beleid gevoerd om het te verfransen, de streek. Maar in principe was dat nog, maar ik denk tot dat begin, eind 19e eeuw, was dat nog Nederlandstalig. Ik weet niet precies hoe lang dat geduurd heeft. Dus ja, dat heb je bijna overal. Mm-hmm. Je kunt je ook niet voorstellen. Laat staan in Oost-Europa, waar je allerlei. Ik ben vrij regelmatig met vakantie geweest in Hongarije. Ja, voordat mensen denken dat ik een
Orbán-versteer ben. Dit speelde zich af in de jaren 70. En daar waren hele dorpen die Duitsstalig waren. Dus dat waren Duitse settlers, om het zo maar te zeggen. De meeste daarvan zijn na het eind van de Tweede Wereldoorlog teruggegaan naar Duitsland. Of verjaagd natuurlijk. Ja. Vergeet niet dat Duitsland na 45 13 miljoen zogenaamde Heimatvertriebenen heeft opgenomen. 13 miljoen. Dat is nogal wat. Hè. Dat is, bij wijze van spreken, de hele Nederlandse bevolking. Ja. En godzijdank heeft Duitsland zich natuurlijk economisch enorm voorspoedig ontwikkeld na de Tweede Wereldoorlog. Zeker na 1948. Waardoor die Heimatvertriebenen ook aan het werk konden. In heel snel groeiende economie is natuurlijk integratie heel wat makkelijker dan in een economie die volledig op zijn reet ligt. Ja, je kunt je ook niet voorstellen dat deze grenzen ooit nog worden aangepast. Hè? Ze liggen er nu zo al jaren. Dat... Ja, ik neem ook aan. Je hebt ook qua hier en daar heb je wel een soort evidenta, dus een wens om het te veranderen. Maar of dat ooit, zeker in West-Europa, is dat geen serieuze zaak. Ja. Hoe vind je dat er nu? Wacht even. Ja, je zit altijd maar door te ratelen. Maar het is niet uitgesloten dat Noord-Ierland tenslotte toch nog ingewikkeld. Het kan lang duren, het ligt moeizaam. Zich bij de Republiek voert, bij de Ierse Republiek aansluit. Vanwege puur economische redenen. En wie zegt niet dat tenslotte Schotland niet vertrekt uit het United Kingdom? En dan zelfstandig wordt of ze aansluiten bij de EU? Zelfstandig wordt om lid van de EU te worden. Ja, goed, maar dan wordt niet de grens verlegd. Dan wordt de grens van Schotland niet verlegd. Nee, maar in feite wordt het United Kingdom nog iets heel anders. Hè, ja. Voordat je pap gezegd hebt, ik geloof dat er zelfs een Wilse nationalistische beweging is. Weliswaar had hij geen meerderheid geloof ik, maar die is er nog steeds wel. Ja. En dan heeft het United Kingdom is dan niet meer dan Little England. Nee. Daar is het ook wel die... En Little England is eigenlijk niet zo heel veel meer dan een hele zwik van die dorpen met van die rozenstruiken en van die tearooms. En één geldverdienend centrum, namelijk Londen. Ja. Wat natuurlijk een betrekkelijk unieke stad is. Ja. Dan moeten we toch nog even afwachten, denk ik, wat nou die effecten van de Brexit zijn. Want die zijn er natuurlijk nu wel al, maar nog niet duidelijk zichtbaar. Nee, wat je als in de krant leest, zo nu en dan, kennelijk valt het toch wel mee. Want anders hadden we er grote stukken over gezien. Maar er zijn regelmatig stukken gepubliceerd. Vooral natuurlijk over de enorme bureaucratie die je tegenwoordig nodig hebt om iets te importeren of te exporteren. Ja. Dus zijn wel er zoals stond nu een file, toch? Heb je die gelezen? Ja, maar dan komt er een storing, hè? Van 30 kilometer. Ja. Ja, met 2000 vrachtwagens. Ja, en die ging iedereen nu met vakantie, dus het bleef rustig staan. Ja, je zat er met een vrachtauto vol hebben met, weet ik, plofkippen. Dan zit je wel met een probleem. Ja, en of en met spullen. En denk aan de fruitpluk, die er natuurlijk nu nog niet begonnen is, maar die over enige tijd van start gaat. Er zijn geen fruitplukkers in Engeland meer. Nee. Ik heb mezelf laten vertellen, als je dus als vrachtwagenchauffeur van Europa naar het VK gaat en je hebt boterhammetjes bij je, dan moet je die dus, ze gaan dan met die tunnel, maar dan moet je dus die boterhammen weggooien. Die mag je niet meenemen. Ja, dat is import van voedsel. Ja, dat is in verband met veeziekte en besmettingen. En daar kan ik je nog wel een aardig verhaal over vertellen, als je denkt dat dit wel een bijzonder ingrijpende afwijking is van het United Kingdom. Ik reed van Oregon, van Oregon reed ik de staat Californië binnen. Ik had ook boterhammetjes bij me, een appeltje enzovoort. Moest allemaal eruit de weg gegooid worden. Sterker nog, ik moest uitstappen en door zo'n bad lopen. Dat was allemaal de varkenspest of de veepest. En dan moest je met je auto ook door dat bad rijden. En dan, ja, echt waar, van de ene naar de andere staat notabene. Zo bang was de staat Californië, die natuurlijk een immense agrarische industrie heeft voor dit soort van besmettingen. Ja, nou, ik denk dat er nog wat onderzoeken gedaan moeten worden om eens te kijken wat zijn nou de effecten van de Brexit. En dan krijg je misschien ook wel meer discussie. Ja. Misschien nog net te vroeg. Ja, dat je natuurlijk, ik denk dat je wel een jaar of misschien wel 5 jaar nodig hebt om de effecten daadwerkelijk te zien. Het zou heel interessant zijn als de EU sneller groeit dan het United Kingdom. Dat is allemaal wel nuttige kennis natuurlijk. Hmm. Omdat als het eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel effect heeft, natuurlijk allerlei andere lui denken, weet je wat, we stappen er ook uit. Zoveel effect heeft het niet. Nee, en we hebben toch, voortdurend worden we dictatoriaal behandeld door Brussel. Dat is niet zo, maar goed, dat zullen ze zeggen.
Dus ja, in die zin is het ook voor EU een interessant experiment. In welke landen leven dit soort sentimenten dan echt overheersend? Ja, Nederland heb je natuurlijk wel af en toe, maar... Nou, je kunt je voorstellen dat Polen zegt, we hebben zoveel recht veel last van die Europese Unie. Zal nu onder de huidige omstandigheden nu Polen even een bijzonder heldhaftig en sympathiek en van welkomenscultuur vervulde natie is. Dat kan wel even duren natuurlijk. En nogmaals, ze doen dat verder heel mooi. Maar je kunt je daar wel iets bij voorstellen, ja. Al die Polen komen deze kant op te werken. Ja, dat zal een rol spelen, maar die blijven natuurlijk liever hier dan dat ze weer terug gaan naar Polen. Ja, precies, en in Polen worden de arbeidsplekken door de Oekraïners opgevoerd. Ja, dat is een heel wonderlijk schuifsysteem in feite. Dat is de Polen die vertrekken naar West-Europa. En je hebt je Poolse supermarkten, die voortdurend trouwens door een soort bomterreur worden geplaagd. Polen onder elkaar, zal ik maar zeggen. Dat is zo. Er zijn in Engeland zijn 100.000 Polen, bij mijn weten. Vooral omdat je ze natuurlijk, ze zijn ook wit, dus je kunt ze niet onderscheiden van. Daar hebben we weer iemand die hier niet thuis hoort. Nee, weet je veel. Dat is ook met. Dus ja, dat zou voor die Polen die zullen ze zeggen: nou, oké, dan weten we zeker dat we hier blijven. Het welvaartsniveau is hier natuurlijk nog steeds veel hoger dan het in Polen is. En bovendien heb je natuurlijk een Polen, West- en Oost-Polen. Ik bedoel, Oost-Polen is zo achterlijk als de pest. En daar komt al die ellende vandaan. En West-Polen is sterk georiënteerd op het Westen. Polen is ook een groot land, vergeet dat niet. Ook met 37 miljoen inwoners. Ja. Hoe vind je dat de nieuwe bestuurscultuur in Nederland zich ontwikkelt? Ja, dat is een drama, hè. Al moet ik zeggen, ik heb er wel weer veel van geleerd, want ik begrijp nu dat als ik iets verschrikkelijks heb gedaan, op mijn geweten heb, dan kan ik zeggen in de familiekring, nou ja, ik ben er wel bij betrokken, maar ik heb er toch niks mee te maken gehad. Het is een meesterlijke vondst, je bent betrokken, maar ja, sorry, hoe het gebeurd is, weet ik niet, ik was erbij betrokken, maar ik heb er echt, sorry, ik heb er niets mee te maken gehad. Andere mensen hebben het gedaan, ik was alleen betrokken. Ja, het is een Rutteaanse argumentatie. Nou, het is beschamend. We hebben het over de jongen, voor de duidelijkheid. Ja, we hebben het over de jongen, die was erg betrokken. Die had er niks mee te maken, maar was wel betrokken. Ja, dit is de tweede keer dat ons dit overkomt. Dat iemand die natuurlijk systematisch gelogen heeft, die betrokken was bij een voor Nederlandse begrippen toch vrij opmerkelijk corruptieschandaal. Namelijk dat gedonder met die mondkapjes van die Siewert van Linde. En die gewoon blijft zitten. Omdat de zittende coalitie niet van plan is om hem te laten vallen. Want er was natuurlijk een motie van afkeuring en een motie van wantrouwen. En ja, ik vind als die breed gesteund wordt, dat de coalitie heeft zich er ook wel erg lullig van afgemaakt. En ja, een keer terug naar vorig jaar, toen we een ander incident hadden. Ook in april. Ja, wat daar ook erg over is. Misschien heeft hij ook wel dat idee van. Hè, dat Rutte is ook altijd overal bij betrokken, maar nergens heeft hij schuld aan. Het is ongelooflijk. Altijd wordt hij weer wit gewassen door de Heilige Maria. Op een of andere manier. Een hele wonderlijke zaak. Ja, je weet hoe. We hebben, God, hoe vaak hebben we het daar niet over gehad? Ik vind dat we Rutte had moeten vertrekken. Hè, dat iedereen die zijn parlementaire verantwoordelijkheden o serieus neemt en die een dergelijke motie aan de broek krijgt van een meerderheid van de Kamer. En dat was toen die motie van afkeuring, die heeft wel een meerderheid gehad. Gaat ze parkeren? Ja, dat is een man. Oh, dat is een man. Ja. Weet je nog dat Rutte toen was, hij was nederig, weet je nog wel, en nou, Hij ging heel serieus over nadenken. Hij ging radicale veranderingen ging die tot stand brengen. En ook toen hebben we eerst die idiote, eindeloze formatie gehad. Ook om een beetje om ons te laten wennen aan het feit dat de overtreders gewoon bleven zitten. Ja, zijn ze twee auto's die ze kwijt moeten. Nou ja, laat me daar niet door laten afleiden. Ja, en nu dit. Ja, laten we eerlijk zijn, Hugo de Jong heeft gewoon gelogen dat hij barst is, zoals het vroeger heette. Ja, hij wist ervan. Ja, hij was erbij betrokken. Ja, en of hij nou direct of hij nou zijn handtekening gezet heeft, kan mij niet zo verschrikkelijk veel schelen. Maar het hele Siewert-schandaal is een schandaal. Is corruptie.
van vrij ernstige aard dat je via politieke contacten, niet waar, wel bewust, liegend, een enorme hoeveelheid geld verdient. En de druk in media opvoeren. Ook dat, ja. Allemaal keurig georganiseerd. Ze hadden die club al opgericht waarmee dat geld zou opstrijken. Nee, het is diep treurig. Ja. Nieuwe bestuurscultuur. Niet dat ik ooit geloofd heb in een nieuwe bestuurscultuur. Maar daar zie je aan wat een wezenloze, holleloze kletskoek het is. Ja. Dat dit ook weer zo'n rommelig incident is. Rommelig. Betrokken. Maar ik ben ook betrokken bij deze podcast, maar ik heb er verder geen zak mee te maken. Ja, jij doet het. Jij voert het uit. Sorry hoor. Ik ben alleen betrokken. Ja. Maar onderdeel van die nieuwe bestuurscultuur is ook dat we niet meer iemand meteen moeten afrekenen. Dat hoor je dus ook. Dus we kunnen nu wel zeggen, waar de jongen, je bent schuldig, dus wegwezen. Nou, meteen afrekenen in dit geval. Ik bedoel, dit is een zaak die sleept ook al een jaar of zoiets dergelijks. En we zijn gewoon door Hugo de Jonge ook gewoon regelrecht belazerd, toch? En je vindt het niet een argument dat het in die tijd, hè, in die periode, zo moet je het natuurlijk ook wel zien, toen moest hij beslissingen nemen, dat was lastig, want hij moest... Ja, dat speelt allemaal een rol, maar nogmaals, zijn ambtelijke medewerkers hebben vrij duidelijk gemaakt dat hij het niet moest doen, dat het niet verstandig was, dat er geen behoefte aan was, zeker niet in die aantallen, en hij heeft het toch doorgezet. Hè. Omdat natuurlijk ook Siewert op dat moment zijn politieke vriend was. Ja. Hè. Siewert stond op de lijst van het CDA. Kijk, natuurlijk is Siewert, die is niet alleen betrokken, die is gewoon de hoofdschuldige in dit drama. Want Siewert is gewoon een kwalijke oplichter. Hè. Ja, dat is verschrikkelijk. Maar hier is de politiek ook bij betrokken. Hè. De politiek is hier schuldig. Ja, en de vraag is ook nog, ligt er een rol voor de Tweede Kamer? Want de Tweede Kamer wijst natuurlijk altijd... Nou ja, de Tweede Kamer was natuurlijk hartstikke boos en terecht. En de coalitie, die nu eenmaal een meerderheid heeft, dan zouden ze er niet zitten. Die heeft besloten dat ze Hugo de Jonge dus zouden laten zitten. Wat ja. Ik niet juist vind. Nee. Maar de Tweede Kamer... Zo kunnen we wel aan de gang blijven. Ja. Hè? Het blijkt namelijk dat je de Kamer gewoon voor kunt liegen. Hè? Dat je allerlei fantasterij kunt uitvoeren. En dan zeg je dat, ja, we zijn wel betrokken, maar ja, het is... Kijk, daar hebben we een DHL-wagentje. Die jongen die was ook van dinsdagavond gekomen, toch? Ja, die zat ook in de zaal bij de podcast. Ja, ik weet niet, is hij ook degene dan die in dat karretje zit? Dat weet ik niet zeker. We hebben niet persoonlijk kennis gemaakt natuurlijk. Nou, ik stond daar. Als hij erin zit, herken ik hem. Ik zal zo even kijken of het hem is. Maar ja, dus ik vind het een kwalijke zaak. Ik vind het in strijd misschien niet met de geschreven regels, maar in ieder geval wel met de ongeschreven regels. Maar als we hem nou weg hadden gestuurd, was het dan beter geweest? Ja, dat was veel beter geweest, ja. Ja, Nederlandse politie moeten leren, niet waar, dat ze niet dit soort van rare dingen kunnen doen. Dat ze niet kunnen zeggen, zeg ik, dat zit in de talkshows niet lekker en dat beleid voor mij is niet populair. Kunnen we daar niet iets mee rommelen, hè? Moeten we niet zo of zo doen? Nee, dat moet niet gebeuren. Laat staan als je ambtenaren zeggen, doe het vooral niet. Hè? Ja goed, maar dat is een advies. Hij is uiteindelijk verantwoordelijk. Dat is waar. En daarom is hij ook niet meer dan betrokken. Hij is verantwoordelijk. Hmm. Dat is weer heel wat anders dan betrokken. Hij vindt zichzelf betrokken, ja. Maar niet verantwoordelijk. Ja. Maar wat ik me nog zou kunnen voorstellen is dat hij het eerste contact heeft gelegd. Dus dat hij heeft gezegd, ja, Siewert die kan ons helpen. We hebben het nu nodig, laten we maar met hem in zee gaan. En dat hij vervolgens heeft gezegd, maak jullie de deal maar. Daar ben ik voor de rest niet bij betrokken. Ja. Dus hij heeft niet gezegd, er moet een miljoen meer of minder bij. Ja, maar iedereen begrijpt dat als hij had gezegd, geen sprake van, flikker op met die Siewert, met die schijnheilige kop. Dat gaan we niet doen, dan was het niet gebeurd. Dat was niet gebeurd, ja. Ja, en ondertussen wachten we nog op een onderzoek volgens mij van Deloitte, die dat een onderzoek zijn. Ja, daar konden ze ook weer fijn achter verschuilen, want je weet in Nederland is er altijd wel een commissie of een bedrijf wat eindeloze onderzoekingen doet. Dus dat is natuurlijk ook de manier waarop Rutte zich daar vorig jaar uitgered heeft. Die treuzelt eindeloos met de kabinetsformatie. Die treuzelerij was nergens goed voor, geld zat. Maar we moesten wennen aan het feit dat hij was blijven zitten. Ondanks zijn betrokkenheid. Hè. Was Rutte betrokken bij de toeslagenaffaire? Ja, daar was hij direct bij betrokken. Hè. Heeft hij zijn... dit is niet best. Dit is ook... Voor veel mensen zal dit toch ook niet een aantrekkelijk voorbeeld zijn van de wijze waarop de Nederlandse parlementaire democratie functioneert. En heeft dat invloed, denk je? Geen idee.
parlementaire democratie heeft dat natuurlijk sowieso niet zo bijster populair gemaakt in de afgelopen 15, 20 jaar. Nou ja, maar we kunnen dit normaal gaan vinden, hè? Als we het iedere dag op tv zien. Ja, ik hoop het niet, zeg. Ja. Hoewel, we zouden natuurlijk ook als echte Nederland kunnen wel geen bv'tje beginnen met dat we wel betrokken zijn, maar daar verder niks te meten. Nou ja, zoiets. Het is diep treurig. En denk je nou als Rutte weg is? Bovendien bleek eigenlijk uit allerlei opzichten uit het gedrag van de jongen dat hij het zelf helemaal niet erg vond. Dat hij het eigenlijk maar gezeur, kauzerij vond dat hij nu bekritiseerd werd. Nou ja, hij kwam wel zelf, kwam die natuurlijk... Ja, ik denk dat zijn opvolger geen zin had om dat te doen. Die ook geen sterke indruk maakte trouwens. Nee, dat ook niet. Nee. Want Klaver zei terecht, ga eerst maar eens eventjes achter de schermen nadenken en kom dan terug. Dus heb je dat gezien, dat fragment? Nee, ook niet. Ik kijk niet naar die dingen zonder van mijn tijd. Ja, je kunt lezen toch achteraf even in een bekort, beknopte vorm in de krant. Ja. Nou, in principe was zij natuurlijk verantwoordelijk, maar de jongen zei, ja, het ging zo erg over mijn persoon en mijn handelen, dat ik het wel moest komen toelichten. Ja, nou goed, dat heeft hij gedaan en ook evident geërgerd dat hij dat überhaupt moest doen. En hij was betrokken, maar had er verder niks mee te maken. En excuses heeft hij wel aangeboden, wat schijnbaar moeilijk is voor hem, want daar is hij niet zo van. Ja, nou, ik begreep dat hij wel 25 keer zijn excuses had aangeboden, ja, maar daar geef ik niet zo veel. Ron Frezen zei dat dus voor hem, of wie zei dat nou? Iemand zei dat dus, een verslaggever zei dat dus voor hem al heel wat als hij dat doet. Er is een groot verschil tussen voor van alles excuses maken en je parlementaire verantwoordelijkheid nemen. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Je excuses maken, maar je parlementaire verantwoordelijkheid is iets anders. Ja. Dat is namelijk dat je het vertrouwen van de volksvertegenwoordiging hebt verloren. Hij kan zeggen, dat heb ik niet verloren. Want de coalitie heeft mij laten zitten. Nou, dat is niet best. Nee. Maar welke coalitiepartij had dan die motie moeten steunen? D66 zou ik zeggen. Om maar een praktisch voorbeeld te geven. Namelijk ja, het CDA verkeert natuurlijk in een zodanige ruïneuze verwarring. Dat hoeven we het helemaal niet over te hebben. Ja, en zoals u weet, de VVD. Wat dit betreft moet je toch langzamerhand zeggen. Beste Nederlandse kiezers. Er moet toch ook eens een eind komen aan het feit dat de VVD met alles wegkomt. Niet waar? In allerlei opzichten in de afgelopen jaren grote bestuurlijke schade heeft aangericht. En er komt nog veel schade aan, daar ben ik van overtuigd. Stop ermee. Zorg dat een andere partij, ik weet niet precies welke, dat mag u wat mij betreft zelf uitzoeken. Maar het is mooi geweest met de VVD. Ja, als D66 het had gesteund, had je natuurlijk meteen ook nieuwe verkiezingen gehad. Ja, dan hadden we meteen, had D66 natuurlijk geen zin in, want die staan er denk ik niet goed voor in de peilingen, denk ik hoor. Volg dat niet op de voet. Nee. En wat je natuurlijk ook ziet is het kopiëren van Rutte zijn gedrag. Ik denk dat hoe Rutte dit doet invloed heeft op de andere bewindspersonen. Zeker nou, dat zou me niet verbazen, omdat hij zal deze fantastische formule, die ik nu ook voortaan thuis ga gebruiken. Hè, dus je hebt iets verschrikkelijks laten vallen, een fantastische vaas of je hebt vergeten boodschappen te doen. Zeg ze, ja, ik was wel betrokken, maar ja, het is er toch niet van gekomen. Ik voel me wel betrokken, zo is het niet. Maar ja, ik heb het toch niet gedaan. Die vaas viel uit zichzelf op de grond. Daar was ik wel bij betrokken, maar het is. Maar ja. Ik ben niet verantwoordelijk. Nee, ik ben niet verantwoordelijk. De mop van de parlementaire democratie is nou juist dat je wel verantwoordelijk bent en ook moet beseffen wanneer je verantwoordelijk bent en daar je conclusies uit moet trekken. Want jij zegt, nou ja, het is Hugo de Jonge die zijn conclusies had moeten trekken. Ja, maar die was nooit weggegaan. Nee, dat is zo klaar als een klontje. Je vraagt je wel af waar die verder nog bij betrokken zou raken. Op deze manier. Ja, je zou denken, je komt altijd wel weer ergens aan de bak als je hier stopt. Maar ik denk dat hij geniet van die aandacht ook die hij heeft in deze functie. Nou, dat zou best kunnen. Dat weet ik niet. Daar heb ik niks tegen. Iedereen vindt het mag gelukkig zijn dat hij minister is geworden. Ik ben wel geneigd om te zeggen, na 40 jaar is iedereen alles vergeten. Dus maak je mijn windje niet te veel op. Maar... Ja. Vind je deze podcast leuk? Vergeet je dan niet te abonneren. Druk op het plusje op Apple Podcast en volg ons op Spotify. Ik ben alleen betrokken. Ja. Dat gebeurde bij zonsopgang. Ook als een ongelukkig moment natuurlijk. En dan kreeg je een glaasje jenever, of althans wat de Engelsen daarbij schonken. En dan ging je over de top. Maarten van Rossum vertelt over de Tweede Wereldoorlog. En dan moest je eerst door het zogenaamde niemandsland. Een totale onmenselijke woestenij. Volledig omgewoeld door artillerie, granaten, door
Er stond geen boom erover en... Download het luisterboek via de link in de beschrijving.